In deze reportage kijken we even terug op enkele sportgebeurtenissen van het vorige weekend. Allereerst de voetbalwedstrijd tussen de jeugdbegeleiders van Always Forward en een elftal van Veronica, welke werd gespeeld op zaterdag 9 mei. Hier zien we Veronica in de blauwe tenues in de aanval. Een leuke aanval trouwens. Maar voor de wedstrijd spraken we trouwens even met de organisator van het geheel, Erik Schip. Nou, we spelen dus vandaag tegen het Veronica voetbalteam. We verzorgen elk jaar een kamp voor de jeugd van 10 tot 16 jaar. Vorig jaar was het 15 jaar kamp. Maar omdat Veronica vorig jaar druk bezet was in verband met voetbalwedstrijden en met de uitzending op zaterdag, hebben we dit weekend gekozen. We hebben gelukkig mooi weer. Wie doen we onder andere mee bij Veronica? Nou, de gastspelers bij Veronica zijn Wim Zuurbier, oud international. Daar doet mee Pedro van Amtonk, een bokser. Peter Bondhuis, een wielermanager. Daar doen we voor de rest bij. Keeper nog van het Nederlands ijshockeyteam? Keeper van het Nederlands ijshockeyteam, heb je prima gelezen. Cor de Hogendoorn. En Jan de Koning, een oud Ajax en oud Lokeren. Tijdens de wedstrijd bleek al snel dat het team van Veronica niet echt partij kon geven aan het voorwaard elftal dat hier in de aanval is. Een leuke kopbal, nee, net mis. Schot. Nou, toch uit. Al voor de rust was de stand reeds hopeloos. 4-1 achter. Kon Wim Zuurbier, die u hier in beeld ziet, zijn manschappen niet inspireren? Ja. Ja, ik moet luisteren. Ik heb de jongens proberen wijs te maken wat het is, maar ik weet het niet. Joh. Kijk, zoals Peter ook, plaats je met zijn handschoenen binnenkoop, dan nokt hij een paar uit en maak een paar goals, maar dan blijft lekker voetballen. Zodra ik de bal krijg, weet ik niet meer wat ik ermee moet doen. Ja, nou, ja. Ik zie je de hele wedstrijd al shirtjes vasthouden en dat soort dingen. Ja, als je niet kunt voetballen, moet je iets anders gaan lopen verzinnen. Je hebt wel gevoetbald, want je kan het vrij aardig. Nee, ik kan helemaal niet voetballen. Nou, dat is niet serieus, joh. Ik kan aardig voetballen. Ja, boksen ken ik niet. Ik kan aardig voetballen als zolang ik geen bal heb. Ja, vrij lopen er weer goed. Ik loop me heel makkelijk vrij. Maar zodra ik een bal krijg, weet ik niet meer wat ik moet doen. Ja, en dat bleek ook in de tweede helft een paar keer het geval. Na de rust was Pedro van Raamsdonk niet in staat om met Willem samen genoeg te doen aan de achterstand. We zien hier bijvoorbeeld Always Forward weer in aanval. Hoewel Veronica natuurlijk nog wel eens terugkwam. Het publiek heeft in ieder geval een aardige wedstrijd gezien die tenslotte voor Forward een 6-4 overwinning opleverde.